We deden vaak shows in het Gelderdoom en die hadden allemaal een kleur. Nog twee rode. Hè? Ja, dus we hebben rood gehad voor de Sinfonica en Rousseau shows en wit licht, wat ik deze voor laten maken. En ja, omdat het gewoon leuk is om gewoon wat extra leuke dingen, ook voor jongens van het licht, die vragen aan mij, die weten dat ik daar wel voor warm loop. Die zeggen van, heb je niet een leuke gitaar met een spiegel, dat we iets leuks kunnen doen met het licht? Nou, dat is dus deze. En die heeft Rainbow Sparkle, heet dit. Deze heeft Erik ook gemaakt. En dit is echt een hele mooie gespoten. Je kan het misschien niet zo goed zien op beeld, maar het is echt waanzinnig als je erin kijkt. Dan heb je geen jointjes meer nodig. Dus, en dat, deze heeft Joe Barden pickups. Die zijn... Double rails, hè? Ja. Dus het voordeel is, als je hier een beetje om je heen kijkt, als je ziet wat een licht hier hangt, kan je wel een beetje voorstellen dat je ontzettend last hebt van instraling, van de lampen vooral. En daar heeft deze veel minder last van. Dus deze is heel stil. En toch nog passief. Het is niet zo'n hele oude. Met de bekende grote kop. Ja, het is 79er. Hij weegt ongeveer 3 ton. Mm-hmm. Maar het geluid is ook van 3 ton, zeg maar. Ja, er wordt vaak geklaagd over de elektronica van Fenders uit de jaren 70. Nee. Ik heb er persoonlijk geen klachten over. Nee, ik snap het wel hoor, dat mensen dat vaak zeggen. Want dat, de zeg maar vanaf 75 klinken ze vooral heel, heel dun hoor, vind ik. Ik weet niet wie deze pickups heeft ontwikkeld of gewikkeld, maar die verdient echt wel een prijs. Want deze klinkt echt zo tof. Vooral dat brugpickup, wat bij Fender altijd wel piepknor. Ja. En dat is bij deze niet. En ja, voor de rest, het is wel een moeilijk bespeelbaar ding. Het gaat allemaal niet vanzelf, maar ja, het klinkt wel gaaf. En ik ben op een of andere manier heel snel vrienden mee geworden. Ja, mijn goede vriend Albert Dijnem uit... Al van der Rijn, ik weet niet of ik reclame mag maken voor de Kaufman Guitar Shop. Die belde mij, ik zat in Canada en hij belde mij. Nou Rob, ik heb hier net een Tsjechische meneer in de winkel gehad die hier een Duits merk aan het verkopen is. En die, ik heb er één voor je gekocht, dan weet je dat alvast maar als je terugkomt. Dus, doei! Wat is nou voor een gesprek? Dus ik, toen ik terugkwam, toen ben ik even langs gegaan en... hij heeft hem ook weer meegenomen. Hij heeft er maar 3. En als het goed is, komt er eentje terug en die is dan voor jou. Ja, maar hoe kan je dat nou doen, man? Nou, vertrouw me, zegt hij. Het komt allemaal goed. En inderdaad, toen kwam deze. En het is echt zo'n belachelijk goede gitaar. Hij is wat gereliked, zoals je ziet. Het is een niet chambered, maar super licht. En dat is... Schijnt, weet ik niet, zijn Costa Ricaanse mahonie. Die afwerking is echt werkelijk subliem. Beter dan welke Gibson ik ooit in mijn handen heb gehad dan ook. Dus, en het merk is Maybach. Dat kennen we natuurlijk van de hele dure auto's. Ja. Ik weet niet of daar een link naar is, maar ja. Ik heb hem ook nog niet zo lang hoor. Ik heb hem net een maand of anderhalve maand. Ja, met mijn werkpaard, de Suur. En type nummer is me ook even ontschoten. Maar het is echt een hele fijne gitaar. Ik gebruik deze gitaar echt voor de meeste liedjes. Omdat hij echt een alleskunner is. Hij heeft hij kan mooi als een Stratocaster klinken. Maar hij kan ook een moddervet klinken als een Les Paul. Wat is het? Want je hebt een heleboel verschillende versterkers gehad, heb je nog steeds. Wat is nou zo bijzonder aan deze? Nou, het is een beetje thuiskomen gevoel. Weet je wel, wat ik met mijn Soldano heel lang had, dat je daarmee kan lezen en schrijven, dat heeft toch te maken met jou als gitarist, misschien een beetje ouderwets nog, hè? Een beetje jaren 70 roots wat dat betreft. En dat heeft deze amp heel erg. En het is een... iets meer Marshall klinkende versterker. Dus dat is ook helemaal mijn ding. En je kunt er alles mee. Het is van de eerste amp die ik hoor. Die van echt clean naar echt super ruig gaat.
Dus van Ozzy Osbourne, No More Tears, tot wat is het? Stratocaster Clean, echt prachtig. Kun je daar die twee uiterstes laten horen? Ja. Het hoorde net iets, je sound was een beetje ertussenin, hè? Ja, dit is een beetje de crunch sound. En dan kan je nog één standje. Bijvoorbeeld, maar ook prachtig clean. Ja, echt alles wat daartussen zit, alles heb je hier.